Ja, hallo mensen, uh, zoals je aan de titel kan zien, ik ben een beetje teleurgesteld en andere mensen zijn ook in mij teleurgesteld. Ik moet gewoon even mijn hart luchten en dat kan ik het beste door het op YouTube te doen. Het gaat ook over YouTube, dus het komt hier pas mooi in het straatje. Ik ga het even hebben over de Halloween wedstrijd. Ik heb namelijk uh, een aantal klachten gekregen via de mail en via de reacties... Dat mensen niet helemaal ermee eens waren hoe ik het allemaal heb beoordeeld. En dat kan ik me helemaal voorstellen. En. Ik wil geen excuus zoeken. Ik wil ook niet. Ja, ik, ik laat het gewoon heel kort zeggen. Ik, heb een Halloween... ik wou een Halloween-wedstrijd organiseren. Dus ik heb aan Planet Coaster gevraagd: Hebben jullie codes beschikbaar zodat ik die kan weggeven als een giveaway? Maar het leek me veel leuker om gewoon een klein wedstrijdje te organiseren. Want het is ook niet helemaal eerlijk als je die codes gewoon random gaat weggeven aan mensen. Dat zou eventueel kunnen. En dat ga ik ook doen de volgende keer. Want het is ook de laatste keer dat ik een wedstrijd organiseer. Maar daar kom ik later even op terug. Het punt is dus dat de mensen klachten hadden dat ze het niet eerlijk vonden hoe ik had beoordeeld in de video. En daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, ik kreeg bijvoorbeeld via de mail, uh, ik hou het ook anoniem, ik ga geen namen noemen. Dat vind, ik, dat vind ik gewoon triest als ik dat ga doen. Dus ik ga geen namen noemen. Maar ik kreeg mail met bijvoorbeeld, uh, ja, Vincent, je kan ook zeggen dat je te weinig tijd had. Je had, je had ook de wedstrijd kunnen uitstellen. Uh, maar nu ben ik ontzettend teleurgesteld. En ben ik zo hard, heb ik zo hard mijn best gedaan op een project. En heb je het zo... Ja, slap eigenlijk beoordeeld terwijl iedereen zijn best hebt gedaan, en omdat je uh, niet duidelijk was met de eisen die je stelde voor je achtbaan, zoals een looping. Ja, ik, ik, ik had gevraagd, zeg maar. Je moest een, Het was voor de mensen die het niet weten: ik had een Planet Coaster-wedstrijd georganiseerd. Daarin moest je dus een achtbaan maken met een aantal eisen. Nou, hij moest een looping hebben, maar blijkbaar moest ik via diegene moest ik het even uitbeelden met mijn hand. Dus een looping, dat is zeg maar, dan ga je over de kop zo en dan rij je weer terug, net als bij de Python. Dat is een looping, toch? Maar heel veel mensen dachten omdat ik vroeger in versie zei en dat ik dat een beetje door elkaar haalde. Ik weet niet precies hoe het zit, maar in ieder geval ik wist niet alle elementen goed te benoemen. Ja, van een achtbaan element. Dus een immelman, een Zero G roll, een looping, noem maar op. Daarom hebben mensen eigenlijk zelf bepaald van. Nou, Vincent heeft over een looping. Dan kan ik ook wel gewoon een inversie erin doen. Dat is er ook een looping bij Vincent. En met die reden, redenen hebben mensen dus gewoon een achtbaan gemaakt. Helemaal volgens de eisen, maar niet volgens de eisen die ik in mijn hoofd had. En dat was gewoon de looping. De simpele, eenvoudige looping. Ja. Nu blijkt dus dat het derde project wat ik heb beoordeeld, dat dat een beetje een, een sidewinder was, geloof ik, of een, uh, hoe je dat ook noemt, maar dat is in ieder geval een looping en dan ga je een klein beetje schuin op het einde. Ja, en dat telt dan weer niet officieel mee als een looping. Maar blijkbaar waren dan andere inversies dan ook een soort looping. Het was allemaal, ik weet het niet. Het was allemaal een beetje chaotisch. Het was een beetje. En dat komt omdat ik niet de tijd heb genomen. Ik heb niet genoeg tijd genomen. Ik heb wel de tijd genomen. Ik heb niet genoeg tijd genomen om al die 43 mailtjes te beoordelen. Ik vind dat ik minimaal 20 minuten per mailtje moet besteden. Dus dan kijken naar de achtbaan, kijken naar de teaming. Maar dat, kan, dat kon ik niet, want dat is ongeveer 14,3 uur... moest ik dan besteden aan de wedstrijd... met al die 43 mailtjes. En ik wist ook niet dat er zoveel mailtjes kwamen. Maar ik heb wel elk mailtje gelezen. Elk mailtje heb ik geopend om te kijken. Elk mailtje heb ik gekeken. En ik moest dat in een heel kort... Ja, in korte tijd doen. En waarom doe ik Ik vind het een leuk gebaar zo. Moet ik in de hardtide... Nee jongens, laten we serieus blijven. Ik, ik moest het in een korte tijd moest ik dat beoordelen. Omdat ik in het weekend naar heel veel pretparken ben geweest. Ik heb drie pretparken bezocht. Waaronder ook nog een waterpark. Dus eigenlijk vier dingetjes in twee dagen. Nou, je moet je voorstellen, dan kom je maandag thuis. Ik moest maandagochtend weer gewoon vroeg gaan werken. Tot in de middag. Dan kom ik thuis in de middag. Dan moet ik eigenlijk gelijk die video gaan uh, maken. Want dinsdag moet hij al online komen. Omdat het Halloween was. En omdat ik het leuk vond om gewoon een Halloween video te maken, leek het me leuk om die DLC, of die, DLC die spooky pack. In die wedstrijd, om dat op die dag te lanceren. Waardoor. Uh, ik ook een beetje in de stress zat. En ik ook een beetje snel moest beoordelen. En ik gewoon drie winnaars had uitgekozen. waarvan ik dacht dat die gewoon. De winnaar waren en ik kon niet 43 codes weggeven. Ik was al lang blij dat Planet Coaster mij gewoon drie codes gaf om weg te geven. En ik had ook heel veel motivatie hiervoor om dit te organiseren. En ik vond het ook heel leuk om te doen, maar blijkbaar heb ik heel veel mensen teleurgesteld. En uh, dat wil ik gewoon niet. Dat wil ik zeker niet. En ik heb ook automatisch daardoor mezelf teleurgesteld, omdat uh, ik ook mensen heb teleurgesteld. Dus het is eigenlijk gewoon. Allemaal negativiteit. En daar hou ik niet van. En sowieso niet op mijn kanaal. Daarom uh, leek het me verstandig om gewoon niet meer op mijn kanaal een wedstrijd te organiseren. Want mensen willen het gewoon niet. Ja, ik wil niet zeggen dat ze het professioneel aanpakken. Maar aan de andere kant vind ik het wel. Ik bedoel, hoe, je, je weet gewoon van tevoren. Als je je best doet, kan je altijd nog verliezen. Dat, dat heb ik ook altijd gehad met wedstrijden waarvan ik zoveel moeite heb gedaan om mee te doen. En dan heb ik het niet over Planet Coaster, maar gewoon over algemene wedstrijden. Dat ik gewoon mijn best heb gedaan op iets. En dat je dan teleur wordt gesteld met dat je hebt verloren. En dan heb ik zoiets van: Nou, dat kan, dat kan gebeuren. Weet je, er zijn meer mensen die meedoen. Er zijn meer mensen die gewoon ook hun best doen. Maar weet je, Vincent heeft geen 43 codes. Ik vind als je niet tegen je verlies kan, dat je ook niet mee moet doen met een wedstrijd. En misschien ben ik een beetje hard weer. Misschien gaan mensen wel weer negatief reageren onder de comments van Vincent, eh, ik wist niet dat je zo was. Ik ga deabonneren. Vincent, ik ga je haatmail sturen. Of misschien wel mail van hoe je beter kan aanpakken. Dat kan. Maar ik doe gewoon een soort van een, een touw doorhakken met van ik stop gewoon met wedstrijden. Als het op deze manier gaat, dan ben ik er ook gewoon klaar mee. En dan heb ik zoiets van: ja, dan lopen mensen gewoon te zeggen. Ik zal even een, een, een stukje tekst. Ik vond een, een, een schokkend mailtje. Het was een eerlijke mail, maar ik vond het, in mijn, ik vond het een beetje schokkend. Uh, het gaat erover: uh, Mijn fandom, fandom heet het, heeft door deze toestand wel een enorme deuk opgelopen. en mijn vertrouwen in jou geschaad. Cool. Ja, het was zo, diegene had mij een bericht gestuurd. En die was zo over de rode, dat had hij ook verteld. Hij was zo helemaal van teleurgesteld. En helemaal van: oh mijn god, ik heb zo mijn best gedaan, ik heb niet gewonnen. Dat ik een beetje uit nood heb gezegd: van. Joh, voor die 11 euro moet ik dan een DLC-pakket voor je gaan aanschaffen. Als je er zo mee zit. En dat heeft dus zo'n negatieve indruk op hem achtergelaten. Dat hij dus zijn hele vertrouwen in mij is verloren. En dat vind ik zo. Eigenlijk een beetje apart. Ik kan me daarin vinden. Maar uh, ik ga ook zeker geen namen noemen. Maar ik heb wel gezegd. Ik geef genoeg aandacht in No Limits 2. Kijk even No Limits 2. Uh, ik behandel heel veel mailtjes. Ik heb ondertussen al 42 mailtjes klaarstaan weer. En ik heb nog uh, 30 afleveringen die online kunnen gezet worden. Die al klaar zijn. Dus ik heb nog genoeg om te doen. Maar er wordt zoveel aandacht geschonken aan iemand al. En dan gaat diegene zo reageren. Ik vind dat echt... Uh, heel teleurstellend, en omdat ik dat niet meer wil, stop ik gewoon met uh, dit, dit, dit gedoe. Dit, dit, dit gedoe, de wedstrijden. Want ik, ik kan het gewoon niet doen op deze manier. En ik had ook gewoon. Ik geef eerlijk toe dat ik te weinig tijd had, dat heb ik al gezegd. Maar ja, ik, ik, ik snap als mensen het niet leuk vinden. Ik snap dat mensen teleurgesteld zijn. Ik snap dat mensen misschien wel het vertrouwen in mij zijn verloren door een wedstrijd. Come on, come on mensen. Het is een wedstrijd. Je kan verliezen. Misschien heb ik niet helemaal strak geoordeeld. Maar kom op, we gaan met kerst gewoon nog gewoon giveaways doen. Ik heb gewoon spelletjes klaarstaan. We gaan gewoon tijdens kerst, gaan we gewoon, ga ik gewoon giveaways doen. Ik ga geen wedstrijd organiseren. Ik ga gewoon spelletjes weggeven. En dat doe ik omdat ik het super leuk vind dat jullie gewoon... Continu mijn content bekijken. Continu achter me staan als ik een video upload. Zo leuk. En dat vind ik zo fijn. En dan zijn er toch een paar mensen die toch een, op een hele andere manier door een wedstrijd in één keer een soort van hun vertrouwen zijn verloren in mij. Dat vind ik gewoon jammer. Maar ik vind het ook gewoon totaal totaal onterecht. Ja, en daarom moest ik een video over maken. Ik zat echt heel erg met dit gevoel. Ik zat niet lekker in mijn vel. Dat moet je eerlijk weten. Ik, ik vind dit soort dingen, dat geeft zo'n aparte impact op mij. En ja, je kan, je mag, kan makkelijk zeggen, Vincent, je hebt een kop, Vincent, je, je mag van mij alle ziektes krijgen om dood te gaan. Dat maakt me dan weer niet uit. Maar dit soort dingetjes, dat ik vertrouwen verlies door iets wat, wat eigenlijk uh, een wedstrijdje was. Wat misschien een klein beetje veranderd moest worden. Want de volgende keer zal ik het anders aanpakken. Of... Dat is nog een mogelijkheid. Of geen wedstrijden meer. Of op een andere manier aanpakken. Dat kan ook nog. Dan ga ik het gewoon heel anders doen. Want hier leer ik ook van. Want normaal doe ik helemaal geen wedstrijden op mijn kanaal. Vandaar. Ja. Voor de mensen die toch hebben gebouwd. Voor de mensen die toch een, een, een achtbaan hebben ingezonden. En hun best hebben gedaan. Uh, fantastisch. Ik ben zo blij met jullie dat jullie de moeite hebben gedaan om dit te doen. En ik wil gewoon een aantal achtbanen. Uit die mailtjes pikken. om nog een apart. een video voor te maken. Om gewoon een soort van. Ja, een bedankje te geven aan de mensen. Een extra bedankje van. Joh, ik heb je achtbaan uh, toch even laten zien. Aan de mensen ook. En ik geef toch mijn complimenten. En ik kijk ook van wat voor dingen je wel of niet goed hebt gedaan. Dat vind ik dan ook wel leuk. En dat is dan een soort van. Uh, niet om goed te maken, maar wel om te laten zien dat ik gewoon respect heb voor de mensen die wat hebben ingezonden. Want het komt nu wel een beetje over. Uh, en niet door een mailtje Maar omdat ik al meerdere berichten heb ge gezien, zeg maar. Uh, dan komt het een beetje over alsof ik mensen een soort van. ja. Uh ik weet het niet, boos wil maken of, of expres wil teleurstellen. Maar dat, dat is niet zo. Dus denk voort en ook zelf na. Voordat je met een wedstrijd meedoet, er is altijd een kans dat je kan verliezen. En datzelfde geldt voor No Limits. Als er twee fantastische achtbanen worden ingezonden, dan moet ik uit eentje gaan kiezen. En dat is zo lastig. Want ik zeg dan meestal gewoon aan het einde van, ik vond alle achtbanen gewoon super tof. Om gewoon niet diegene te gaan teleurstellen. Dat vind ik zo. Ik vind dat belangrijk om mensen gewoon wel... Een goede indruk of dat ze zich goed voelen. En dit soort dingen, dat, dat, ja, dat, dat doet me een klein beetje pijn, dat zeg ik eerlijk. Ik vind het gewoon niet tof. En dat laatste ook, ik hoop dat je hiermee iets wil doen. Of op zijn minst even lezen. Een reactie hoeft niet, maar het zou wel fijn zijn. En wat ik heb doorgestuurd is, ik snap je idee. En uh, ik hoop dat je gewoon snapt waarom ik deze keuze heb gemaakt in een korte periode. En de volgende keer in de wedstrijd zal ik ook alles langer laten duren van de beoordeling, van de wedstrijd, van alles. En anders doe ik gewoon een giveaway tijdens een livestream van Planet Coaster. Ja. Ik wil eventjes netjes vragen, jullie. Of jullie even in de reactie beneden willen neerzetten. wat je van dit allemaal vindt. En. Uh, creëer nou geen haat naar iemand toe. Creëer nou geen. Uh, geen ruzie of dat soort dingen. Want ik verwijder die gewoon, die comments. Houd gewoon netjes. En ik wil gewoon even. Ik wil gewoon dat jullie. soort van. weten hoe ik me voel bij dit soort dingen. Het is gewoon niet cool. En ik hoop dat diegene die de mail opgestuurd. Uh, ja, weet je, hij heeft ook gezegd van, ik blijf je video's kijken. Ik blijf ook af en toe reageren, maar het is wel heel anders nu. Ik, ik, daar heb ik gewoon liever dat je gewoon niet meer abonneert en niet meer kijkt. Gewoon met dat gevoel zitten is gewoon niet cool, zeg maar. Dat je gewoon denkt van, Vincent, vertrouw ik niet. Door een wedstrijd. Door een wedstrijd, mensen. Ik snap het. Een wedstrijd. Nou, hebben jullie als mensen erg je niet gedaan? Ik wel. Het was verschrikkelijk. Ik zou het nog wel een keer willen doen. Maar als je wat ouder wordt, dan kan je wat beter tegen je verliezen op een of andere manier. Althans, dat heb ik. Er zijn nog steeds oudere mensen die niet tegen hun verlies kan. Ik kan ook niet zo goed tegen mijn verlies. Ik zou ook ontzettend balen. Maar een vertrouwen in iemand verliezen, nee. Dat dat zo ver gaat het dan bij mij niet. Echt niet. En tijdens deze video, ik weet niet of je het hebt opgevallen, maar ik heb gewoon geen nek. Ja, oké, okay, goed. Tot de volgende keer. Hij zit er wel hoor, kijk. Gewoon een nek, hè. Tot de volgende keer. Doei doei!